welkom. Daar ben ik weer met een nieuwe scrapbook video. Ik ga wel de video's iets korter maken. Ik merk dat de video's die maximaal een kwartier duren echt veel beter bekeken worden dan de video's van 3 kwartier of 1/2 uur. Dus ik heb besloten, ik ga voor mezelf gewoon een tijdslimiet instellen. Ik zit ondertussen even wat diamond paintjes die hier liggen weg te halen. Die moeten even in een bakje. Dat ga ik even gelijk doen. Sorry, ik kom er helemaal tussendoor. Wat krijg je als je een diamond painter bent? Dan valt er nog wel eens wat op de grond en die bewaar ik. Die kun je altijd nog weer gebruiken. Vandaag ga ik beginnen met september, met herfst. Want de scholen zijn overal in Nederland weer begonnen. Voor de meesten zit nu de eerste week erop als jullie deze video zien. Ook voor mij. En daar krijg ik toch altijd een beetje herfstgevoel bij. Dus dat wordt het thema van vandaag. Kijk je mee? Zo, lang geleden geweest dat hij open is geweest. Want ik heb natuurlijk een pauze genomen. Ik moest even tijd voor mezelf, tijd voor mijn eigen dingetjes. En ik denk, daar past scrapbooken niet in. Ik heb wel wat ondertussen wat leuke dingen gevonden in, met het opruimen. Kijk, ik kwam nog mooie postzegels tegen. Ik kwam... Oh, deze zou nog wel eens even naar vrienden kunnen moeten. Dan moet ik even vragen of die nog weer terug moeten. Maar ik kwam hier nog een leuk plaatje tegen. Ik kwam hier nog een plaatje tegen. Dat heeft iemand dus gebruikt als opvulling in een boek. Maar ik denk, ja, dit kan ik natuurlijk een beetje oud maken. Dan is het wel leuk. Dus dat was een beetje mijn idee eigenlijk. Ik wil beginnen met deze. En dan eigenlijk alleen dit stukje gebruiken. Dus dat ga ik gewoon even uitscheuren. Dan heb je gelijk een mooie basis. En ik wil dat een beetje oud maken. Dus dat ga ik zo meteen eens even met, ik denk een beetje waterverfachtige stift of zo doen. Nee, ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. We gaan eerst dus wat bijzoeken. Ik heb deze hier. Ik had deze al een keer gezien. Die vind ik wel heel leuk. Daar kun je natuurlijk ook wat mee. Dat zijn allemaal letters. Dus daar kan ik misschien wel september mee maken. En dan heb ik hier nog wat meer in het boek liggen. Even kijken of ik hier nog wat in vind. Kijk, hier zitten wel leuke stickers in. Daar kan ik misschien nog wel wat mee. We gaan in elk geval eerst eventjes naar de paddenstoelen. Want die horen voor mij echt bij de herfst. Oh, hier is een plaatje afgevallen. Deze is eraf. Die moet ik even opnieuw lijmen hoor. Dit zit op de voorkant van mijn doosjes, dat ik precies weet wat er moet zijn. Ik moet even het licht een beetje anders stellen. Even kijken, ik denk dat dit beter is. Ja. Maar die zit er al door. Eens even kijken. Herfst dus. Nou ja, er hoort ook een beetje dit bij. Ik ga ondertussen gewoon weer wat neerleggen. En misschien dat ik hem wel helemaal niet ga kleuren, denk ik maar. Dat kan natuurlijk ook. Een kardinaalsvogel is niet echt herfstachtig. Vlinders zeker niet. Maar je weet niet wat er nog meer in zit. Het voordeel van deze stickers is dat ze heel doorschijnend zijn. Dat is tegelijkertijd ook het grote nadeel. Ik zocht eigenlijk iets van een extra of zo. Maar die zie ik even niet. Het is allemaal een beetje... Nou, deze zou wel kunnen... Deze ook. Dus ook besjes aan het pakken. Dat is wel leuk. Want herfst is natuurlijk ook besjes. Nou, die zou kunnen. Ik ga nu van alles neerleggen waarvan ik denk van, oh, dat vind ik leuk. En het kan best zijn dat ik het helemaal niet gebruik. Kijk, een mooie bloemen tussen. Een klokje is een beetje donker. Deze vind ik ook heel mooi als zijnde herfstkleuren. Ja, een zonnebloem natuurlijk. Dit is een viooltje. Maar dit is ook niet echt een zonnebloem, hè? Ik heb laatst een mooie techniek gezien waarmee je een zonnebloem kon maken. Even kijken, een uil. Het is wel mooi deze, maar het voegt niet helemaal. Deze ook niet. Nee, ze zijn te veel getekend, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Kijk, dan zoiets als dit zou dan eerder passen.
Oké. Okay. Oh. Ik heb overigens nog steeds niet live gescrapbooked. Dat komt er gewoon elke keer niet van. Omdat ik dan weer andere dingen aan het doen ben. Ik heb het best wel een beetje druk met de lives. En die zijn super gezellig. Maar het betekent ook dat je niet alles kunt doen wat je soms wilt doen. Die vind ik niet zo leuk. Deze zou ook nog kunnen. Maar vind ik niet de kleur voor nu. Een volgende stapeltje. Oh, deze is wel heel leuk. Nou, zo zie je al. Van ik maak gewoon weer wat. Ja, ik denk dat ik het hier even bij laat. Deze ga ik er nog uithalen. Want ik wil graag die letters verwerken. Aan de andere kant pasten die kleuren. Ja, die passen wel heel leuk. En dan moet ik even iets zoeken waar ik het op kan plakken. En dat heb ik vast misschien hier wel in zitten. Dat kunnen jullie net niet zien, hè? Wacht. We gaan gewoon even zo. Dit is ook van, heb ik ook ergens gekocht. Ik denk bij de Action of gekregen van iemand. Dat weet ik al niet. Kijk, deze zou het daarop passen, september. Kijk, dan doe je gewoon het eroverheen plakken. Ik denk het wel. Als ik het heel strak aan elkaar plak. Twee E's. Ja, dat gaat wel lukken. Ik denk dat ik die ga gebruiken. Die ga ik in elk geval even vasthouden. Oh, kijk, hier zijn ook wel grote, maar zitten heel veel roze in. Vind ik niet leuk. Deze zou ook nog kunnen. Oké, okay, we gaan eventjes een pincet ertussen leggen. Dan weet ik waar ik moet zijn. Nee. Ik zoek even tussen, ondertussen. Hè. Maar ik zie nog niet echt iets wat past. Panda's. Nee. Nou, dus het wordt een van die twee. Maar laten we eerst gewoon eens beginnen met hier een geheel van te maken. Waarin een van die twee dus in het midden kan. Hier ga ik even een stukje afhalen. Zo. En dit wordt gewoon mijn basis. En ik denk dat ik hem heel iets ga bewerken met een kleurtje. Maar wel in dit boekje al. Even denken, wat zal ik er eens mee doen? Ik ga denk ik met een watje. En dan neem ik deze. Daar doe ik een beetje water op. Dat doe ik even buiten beeld. Zo. En dat lijkt een beetje rood water. Maar dat wordt zo meteen echt een ander kleurtje, ga ik je vertellen. Want dat ga ik doen met een beetje van deze. Dat is zo'n paint marker. Maar daar kun je heel ook goed ook er een kleurtje mee geven. Zo. En dan doen we ook nog een klein beetje licht erdoor. Die paint markers beginnen wel echt op een eindje te raken. Kijk. Even zien. Dan ga ik het toch anders doen. Ik ga het even met een kwastje doen. Ja, dit is precies wat ik zoek. Zien jullie? Ja, jullie zien het denk ik bijna niet. Maar het krijgt net een heel licht verouderingskleurtje. Net mooi genoeg, zeg maar. Ik moet nog eens even naar wat bruine. Kijk, perfect zo. Ik moet misschien iets meer inzoomen voor jullie. Het is echt perfect zo. Dus even kijken. Hier gaat iets fout met een stempeltje. Deze ga ik eruit halen. Die vind ik te groen. En ik ga nu eens even gewoon rustig alles neerleggen. Op de manier waarop ik het wil hebben. Zodat ik kan kijken waar ik dan die sticker wil plaatsen. Zo meteen. Die mag wel hier. De vogeltjes.
Zo. Nee, die mogen bij elkaar. Zo, hieronder. Dit knip ik straks wel af hoor. En dan doen we één bloemetje zo. En één bloemetje zo. En dan past, als het goed is, september hier vast wel ergens tussen. Dan ga ik hem even uithalen en erop leggen. Kijk. Maar hier zit een heel wit randje aan. Dat ga ik eraf knippen. Dus dat ga ik even gauw doen. Mag best een beetje een randje aanblijven, maar niet zo'n hele dikke witte rand. Dat vind ik bij deze dan weer heel storend. Bij deze bijvoorbeeld helemaal niet. En bij de L ook niet, om een of andere reden. En soms vind ik dat echt heel storend. En bij deze was dat bijvoorbeeld. En dan gaan we kijken of we september erop geplakt krijgen. Of het gaat lukken. Oké. Even het plakketje aan de kant. Nog even een heel klein beetje hierbij knippen. Kijk. Die kan er dan zo tussen. Dan gaan we eerst de rest opplakken. Dus deze kan nu mooi even terug in zijn plekje. En dan gaan we eerst de rest opplakken. Ik moet beginnen met deze bloemetjes. En ik heb mijn nagels echt heel slecht op het moment. Ik heb kunstnagels gehad en de lijm van de kunstnagels heeft mijn nagels echt... Ik heb een allergische reactie waarschijnlijk gehad. Heel erg aangetast. Dus de komende video's, want het duurt nog wel een paar weken voordat ze weer... er helemaal zijn. Zijn echt heel slecht. Kijk, dat is het mooie van dit doorschijnende, hè? Het lijkt nu net alsof het een droogbloem is. Wist je dat ik dat vroeger heel veel deed met droogbloemen? Dat ik ga toch hier het randje afknippen. Het irriteert me ineens wel. Vroeger deed ik dat heel veel met droogbloemen. Had ik zo'n droogbloemenpers. En dan maakte ik daar altijd schilderijtjes mee. Misschien hangt er nog wel eentje bij mijn moeder thuis. En dan, ik weet dat we dat bijvoorbeeld met bladeren deden. En dan deed je er uiteindelijk blanke lak over, want dan bleef ze ook mooi. Dat heb ik echt veel gedaan. Zo, kijk, dit is beter. Oké. Dit vond ik gewoon een mooi kleurtje. En deze wordt doorschijnend, hè. En dat vind ik zo leuk aan deze stickers. De L laat ik wel intact. Die gaat niet goed. Kan ik hem nog lospeuteren? Nou, eigenlijk niet. Maar het moet wel even... Want hij kwam me net niet op de goede plek. Maar goed, dat geeft niet. Pakken een beetje lijm. Ik heb nog steeds de lijm van 1, 2, 3 inkt. Ik heb gekeken of ik die los kan kopen. Dat kan, maar het was zo duur dat ik dacht, laat maar. Kijk, zo valt het eigenlijk helemaal niet meer op. Hè. Nou, dan komen deze. En daar ga ik straks dus gewoon wat afknippen. Omdat het dus buiten de pagina valt. Maar dat is niet erg. Zo. En dat vind ik het leuke van al deze stickertjes zo. Kijk. Even omdraaien, want dat knipt voor mij net wat makkelijker. En ik moet zeggen, ik ben nog steeds heel blij met dit schaartje. Dat heb ik gekregen van Eline. Ik denk ongeveer een jaar geleden. Nou, echt geweldig. Heel blij mee. Oké. Nou ben ik nog een beetje in dubio, want ik mis hier nog wat. Maar we gaan eerst maar eens even kijken of we september erin krijgen. Ga ik die hier plakken. Even kijken. Hier. Of hier. Ik vind dit mooier. Nou, dan komt nu de truc.
de letters van september plakken. De S. De stickertjes zijn ook allemaal een beetje scheef. Dus als je denkt van, waarom plak je ze scheef? Nou, dat is omdat de stickertjes ook een beetje scheef zijn. En ik kies telkens het smalste stickertje uit. De P. De T. Nog weer een E. Moet een beetje eroverheen. Hij wordt wel iets breder, heb ik al gezien. Maar 1 M. Even kijken, welke B vinden we het leukste? Deze, anders is een ander kleurtje. Hebben we nog een E? Ja, nog. Dan weer een donkere. En dan nog weer een groene maar, hè? Ja. September. Kijk. Ik vind hem wel heel erg leuk geworden eigenlijk. Ik ben tevreden. Nou, dat ging veel beter dan verwacht. Ja, ik heb nog twee kleine dingetjes veranderd terwijl de camera uitstond. Ik heb het september iets beter verdeeld over de pagina. En ik vond die nog, die was ik helemaal vergeten, die was ergens onder geraakt. Maar ik ben tevreden, ik heb weer een leuke pagina gemaakt. Ik hoop dat jij het leuk vond om deze video te kijken. Dankjewel. Ik wens je in elk geval een hele fijne dag als je deze video 's morgens hebt gekeken. Kijk je 's avonds dan. Slaap lekker. Mooie dromen. Tot de volgende video. Vergeet ook niet, ik maak ook vlogs. Maar ik ben ook geregeld live. En er staan een kleine 2500 video's hier op dit kanaal. Neem de tijd om eens even rond te neuzen en te kijken naar wat ik allemaal al gedaan heb de afgelopen 6,5 jaar. Goed. Ik ga deze afsluiten. Ik ga gauw verder. En ik wens jou een hele fijne dag. Dag!